Dames en heren, sorry voor de valse slag van zojuist. Ze waren al begonnen, ik haal het dan niet door als een waarschuwing. Sorry daarvoor. Onze sneeuwschuivers zijn er klaar voor om deze avond een feestelijke begin te gaan geven. Van harte welkom allemaal hier op de carnaval 2013 in STVV. En zien we een heel erg veel plezier. En zijn jullie klaar voor het tweede? Ja, dat is de rond, dames en heren, we gaan mee direct. Kom op! Ja, en nu. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom hier op de studio. Gaan jullie een beetje zitten? Kijk, dat klinkt al goed. Vanmiddag ben ik nu thuis geweest vanmorgen.
En we hebben hier gezegd, als jij de klaar kreeg om half acht te beginnen, ben je van mijn broer zijn vriend. Voor altijd. Dus daar heb ik al vast in staat, want het is mooi half acht. En we gaan beginnen. Allemaal, hartelijk welkom hier in Sterkste, bij de snelboot aan snelboot. Ik wil eerst af een paar kleine veiligheidsvoorschriften af en toe nemen. En dan gaan we naar toe beginnen. In de zaal hebben we drie noodinspanningen. Links van mij eentje, achteraan in de zaal eentje. En rechts van mij is de noodinspanning. Degene die hier boven het podium staat, die kan af en toe het hutje nemen of op het podium de koor heen. En dan staat er ook een noodinspanning. Als je die helemaal lekker voelt, en BMW nodig hebben of iets anders. Daar achter de bar staat Poes. En Poes die is van de BMW. En hij stuurt er allemaal netjes aan. Ja, denk ik. Goed en alles verzorgd geworden. Ik wil nog eens even kijken of iedereen er is. Dat we echt kunnen beginnen met ons programma. De Lilo, met Prins Marcus en Prinses Monique Vosgeroen. Adriaan van Abraas bepaalde hoge noot. Kijk, die zien we allemaal. Ik zie het wel al binnenkomen. Dus onze Victor, die is er ook al. Prins de Veenleuters met Prins Victor de Luster, Voorslani, Adriaan van Abraas bepaalde sterren. Ook hartelijk welkom hier. De Sterrenbuken. Prins van Rob. Een ballerie, prinsen, prinses Eri, vastruim, en blaas de ballen door de doeders. Ook hartelijk welkom. De twist, prins Willem, prinses Eri, ook op een eend, Adriaan Tan, en blaas de ballen de volle bloos. Ook hartelijk welkom. De haren en de haren met prins Leon, prinses Leon. De Linkers en Klinkers! Yeah! Ook allemaal hartelijk welkom! Hiervoor zit het college met Marleen Cijfers en uiteraard de Roos Aber. Ook hartelijk welkom! Yeah! En dan zeker niet de minuut ons eigen prins Hans Kwaarijs, prinses Kwaarijs, Adriaan, Patrick en Voorsterberg. Ik heet jullie welkom. Ja, allemaal hartelijk welkom. We willen graag beginnen met de dansgaren van ons eigen. Hier voor jullie de gare dansgaren zien. Ik ben er zo.
Ja, dames. Hartstikke mooi gedaan. Ik kijk mooi gedaan. Jouw bent eigenlijk aan het leren. Jouw mooie vrij maken. De eerste keer die hier in de komen. Dames en heren, nu op naar Prins Marco Ginaffer. Prinses Monique Vosjehoen. En die dat van. Applaus voor de mooie doel.
genoeg genoeg een prachtige mooie kans hebben gedaan. Dat drie keer de muziek waar komt in. Snel bij de jongens op Nijmegen. Voor de neerheid naar deels op school. En we hebben natuurlijk ook al van die mooie kans kunnen genieten. We zien er al veel meer in. 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 We hebben de gemeente, en ons bedankt voor de feestje, en dat is de naam van de gemeente, meneer de mevrouw burgemeester, dat we hier nog met de genoeg, want daar zullen we niet zien, ja, nu dan hier, en we gaan echt nog zien, kunnen we niet meer, zo maar leuk, maar in het geval moeten we gewoon een genoeg hebben, dat heet ik nou wel. Ook heb ik nog een keer iets aan toevoegen, koeien, fietsjes, vinden, rond, en jij hebt een woord voorbij, tot zo. Ja, ik wil er niet veel meer aan toevoegen, want de naam zit strak in elkaar geloven. Maar ik wil even met de handen van een beetje zin in. Goed zo, want met deze handen van de handen maar één gebed. Mag met z'n allen vooral een vol pad. Ja, de bedoelde kwam er nog één geloven, maar niet aan boven, hè. Ik zeg, u. Doe dat als een spul pakken, dan doe die. Ja, doe de trop uit. Kira, die Erik, er was een afgesproken, een groot verhaal voor de boerenbok. En een groot verhaal kwam in ieder geval het middenbok, de koordenbok. Misschien wel een zijn handels. En dan komt dat niet. Die hebben vooral gezien dat ik niet goed worden. In ieder geval de vrouwenaars van de verenigingen natuurlijk. Vooral met heel veel succes met hier op de boeren, ben je het hard nodig. Ik heb hier ook sturen nodig, want ik kan het worden. Ik kan heel veel dingen voor de vrouwen. Kom je wat muziek maken. Dan willen we niet de hartstikke worden in de zalen. En daar ons kunnen we de boerenhouders, die van de rest. Want die hebben het gevolg hier op vast en op de boerenhouders. En dan gaan we dus nu zo'n lief en vandaag hebben. En dan gaan we nog voor de boeren hier. Ik ben hier, en ik ben hier, en ik ben hier. Wees een mooi plezier. En fijne dagen. Thank you.
Thank you.
gewoon verder gedaan. Doe het op je opzij, want ik heb ze net nog niet opgenomen. Wij gaan natuurlijk ook hier een Maxon Bloody bij. We hebben een hele mooie kamer om ons heen gestudeerd voor jullie. En dit is weer een energie. Wij schermen de 35 kamer van de mensen hier in de dag. Leiden, succes!
Maasgemaal Brandenstander, ons broer op Maasgemaal Jozemiek. Kijk je ook wel om jouw gemeenschap en jouw zorgen. En die mooie dat jullie ook hier bij zijn, dat jullie ook hier bij zijn. En natuurlijk wil ik de Lappen Jan Lokvoors bedanken om de hele prachtige naam van de week zeer. Goed, we gaan nu ook heel erg volgende week over de Lappen Jan Lokvoors van onze ganse liedjes. Het sport was helemaal een beetje in de hand te schieten. Een beetje plaats maken voor de jongen der hier. We kunnen nu vast de Gelderlandse doen. Goed, wij gaan hem niet langer doen. Dus, wij
En dan gaan we gewoon een beetje combineren met onze luxebaan. Onze luxebaan die gaan we aan onze kamerdeskloot en Jens Heuvel spelen. En wij gaan nog mee zingen. En ik denk, die heeft de kroon aan onze prins. En ik denk dat we een hele nummer met. Ja, hè? Dat doet hij gewoon. Dus, ik wil aan iedereen in de zaal vragen. En buurman en buurvrouw, hoor, druk en geslacht in. En dan gaan we nog eens naar Jens Heuvel zingen. Geef de microfoon een man. Thank you.
Ja, helemaal aardig tegen de Doetekoeders. Was mij hartstikke mooi. Ja, deze kamer van spelers. Op mij, Piet Brandweer, wordt hier naar de bal gekomen. En de Nieuwland, naar veel plezier. Hetzelfde vertellen, iedereen het gang in Levenswijk, die met 7-0-8 is. Maar het is met de team maken, maar je volgende kan het vertellen. Dat leidt het af. Dus ik heb weer respect voor alle dansjaars die hiervoor gestoord hebben. Want er mogen we nog niet meer gedaan hebben. Op onze dansjaar, Harry Nederland, is morgen ook aan de zin. Onze dansjaar, of onze gauwdansjaar. Dus het allemaal, ik zou zeggen, Piet Oliveest. Hoe ze het allemaal georganiseerd hebben hier.
Ik ga weer straks op jullie en dan schoot ik af met de hand. En we zijn mooi geweest door weer aan de Luc van Zof van de Hand. Dan hou ik de stok aan de huidige aanval. Maar dan ben ik niet, ik heb niet gewassen op de hulp weer in de bijstelling. Ook hebben we meegenomen, ons prinspa, 17 jaar achteraf, dat we niet kunnen. Als prins Hilderus en prinses Eri. En wij hebben hier ook nog ergens een klein woordje voor jullie. Dankjewel. Ik heb wat informatie bijeenkomst van deze avond gehoord, of geleerd. En let ik bij ons meer van feesthalen als op praten. Na 10 minuten introductie werd gezegd, pak elkaar staartafels en dan gaan we het gezellig maken. Ik denk dat we vanavond ook goed, weinig praten, maar per tafel staan en maken het gezellig. Ik wil wel afsluiten met mijn lijfspreuk, een koe, een varken, een hond of een kat, gaan we dieren, doen we in pad. Allah! Ik wil het koning vrijmaken voor de pessimistische zegers. Ik denk dat ze al helemaal komen zien. Ik wil het koning in de mannen ingeslagen. Dit zijn een goed nieuws die door de aanhanging is blazen. Daarom zie ik jullie allemaal een hele soort jaren van doen. En ik denk dat ik daar binnenkort allemaal wel zien. Hallo en Allah.
Daniel, 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 Daniel en de sterkste Rieder van Jong. Hartstikke mooi, Jager. Rieder van Jong was in de schuur van onze dag. Ik heb het grote bestuur meegenomen van onze vereniging. Dat is in eigenlijk allemaal een beetje jaren. We hebben het in onze 35 jaren jubileum. En we gaan veel jubileum flink vooruit passen. Thank you.
Het kan gewoon goed, maar natuurlijk met een hoop zin, maar we willen het zien, heel erg moeilijk op. Maar we wachten op de veel op deze plek te komen. Dat is ook een van de snelste, die aan de markt zijn van 4 graden. Oorzaak bij aanslag 2013, 100% aan het zwaar in de Nederlandse zaken. En 10%! Dat is goed, hè? Dat is goed, Wat in de andere plek te meegenomen. Schat zijn hier als een podium persoon. De krachtwerken van Karel van Karel. Hoi, van jou. Wij hebben een heel mooi interview in de V-deel. Dan denk ik aan je, hoe kom je dan aan de in de V-deel? Ja, ik ben wel een nieuwe team van een keer aan de dag. Dan stond er zo weer. Ronnie van Geus bedankt. Zijn voorzitter schoenspraken om de maaliger. Want dan heb je zien maar pizza. En ik heb daar zo gestaan. Hij heeft er 65 koeien. Er zitten er 260 tepels. Zien we hopelijk, ja. Dat is een hoop team. Hij moet hier aan de hand. Dat is 7,5 liter melk per tepel. Dat is 1950 liter melk per taal. Dat moet dus allemaal in een glas gewerkt worden. Ronnie. Hartstikke goed, ik ga je de kracht krijgen van de vast en de goed aan de voorzitter van de BNR. Hartstikke mooi. Ga zo door. Iedereen heeft wel één zet. En goed aan de hand. We hebben hier een koningin die wacht. Die kreeg af. We hebben hier een koningin die wacht. Ja, natuurlijk wel deze prins. Of de vierde wedder eigenlijk is het, hè. Maar ik heb al de rest voor de testregels. Ik wil natuurlijk alle camera's reageren. De snelbelten met Prins, Hans de Tweede en Marian. De spullenbuken met Bram de Rost en Sanne. Ja, dat gewoon. En we hebben de haren van Lion en Lian. De voornaam van Wim en Eri. De Utrecht van Bart en Monique. De pinrunners van Victor en Ruben Robbie. En natuurlijk hebben we de burgemeester. En onze burgemeester, die hij niet eigenlijk goed te pakken van onze nieuwe leren opzetting. Want die gaat alleen onze beurs in te zoeken en ik had al een vader zo naar u gekeken. En als je met onze beurs in te doen eigenlijk het minste om je hebt, dan maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Die heb ik dus nog niet goed. En dan wens ik jullie allemaal, al die betaalbaarheden die ik genoemd heb, die wens ik een hulde fijne taal van, want dat gaat allemaal goed komen. Wij hebben een goede combinatie te zien doen en ik hoop dat we daar ook nog met z'n allen heel veel bij doen. Heel veel succes nog vanavond en ik wil het eerst voor de hele zaal oplossen. Thank you.
gekomen. We hebben een masker op van de carnaval te gaan vieren. Ik wil het bijzonder welkom heten aan het college. Hartelijk welkom, hoe fijn dat jullie erbij bent, dat het is gesloten tot jullie morgen eigenlijk. Ik wil dit onze dansvader nog veel vragen om de vaderdansen van dansen. En ik wil daar weer snel, wel een stukje muziek. Maar, zonder dit, de kijkers!
in ons programma. Wij gaan stemmen dat de kaart geen naam houden. Die komen daar in club. Dan gaan we een stukje waar niet op kijken. Die mensen van groot en groot. Daarom wil ik vragen of een DJ. Akkes en mooi, René, die zijn dat gewoon naar mijn bedrijf. Kunnen alle prinsen en prinsessen een grote boom naast de zaal maken. En daar komen ze hier allemaal achter de boom toe. Van een boom. We wachten naar die boom dan. Thank you.
de die ingang. Hier staat ze allemaal, de Koninklijke Orde! Alle pensioenaren staan boven. En Hamel, ja, steeds niet die laatste keer voor. Oh, sorry, pensioenaren en Beekhoff. Ja, hier staat ze allemaal, en steeds niet klaar door. Dames en heren, wij jullie aandacht voor. In die echte, daar staat ik aan, de Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Nou, daar hebben jullie gedacht. Want de televisie komt voor de vorige week. Jullie gedacht, hè? Het beeld zie je wel dat je lekker een lang en smal hoor. Nou, dat helpt nog eens meer dan eens een keer, hè? Ja, ja. Mensen, waar geweldig dat we hier vandaag een keer zijn mogen strijken met Steven Beek draait door. Ja, dan krijg je even een... Ja. Hier is Steven Beek, hoe doen we hier nou eigenlijk het doen? Ja, nee. Kun je de prins op nog? Wie is de prins van de lettermappel? Ah, daar ben jij. Ja, Matthijs. Kijk. Wat zal ze doen? Ja. Kijk, geweldig. Hans, ik heb gehoord dat jij al een keer vaker prins bent geweest in Bosmeer. Ja, dat ook. Ja. Jij dacht, ik ga klein beginnen, ik ga groot eindigen, dan wil ik zo'n grote stad. Van Steven Beek wil ik prins zijn. Ja, heel goed. Ja. Leg me nou eens uit wat het verschil tussen prins zijn in Bosmeer en hier in zo'n wereldstad. Je zit zo met die jongen, zo. Ja, dat wil ik zo met die jongen. Maar wij zouden het een leuke er aan de mogen weer met een echte stad. Ja, een echte stad als Steven. Ja. Nou, dat is duidelijk. Je zou mogelijkheid hier dus buiten de buitenpositie. Iedereen in de bed. Je zou dit aan elkaar zitten in de vrouwenplaat. Dus nu ben je dus even bedankt. Ja. Kijk, ik heb gehoord dat jij een speciale bijnaam hebt voor jou. Ik niet. Dat is goed. Ja, jullie komen dus om een hele speciale naam voor te hebben. Waarschijnlijk een hele mooie naam voor te hebben. Dat is goed, ja. Ja. Wel een ding. Ja. Zijn we beter dan zo? Ja. Kijk, leuk dat jullie komen op de naam van jou. O ja? Ja, wel is de naam komen die jij altijd gebruikt. Ja, dat kan ik zo. Ja, dat is toch gewoon hard. Gewoon weg, Ben. Nou, hij is een beetje verwarmd sinds hij die tweede keer prins is geworden. Is hij een beetje verwarmd geworden? Ja. Ja? Ja. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jullie eigenlijk avond al een doet in bed, want ik hoor dat Hans morgens nooit in bed uit kan. Nee, precies. Ik ben te vermoeid, hè? Ja, maar hoe komt die vermoeidheid tot stand? Leg me dat eens uit. Ik heb een paar hobby's. En dat stond aan de muziekbalie. En daar word ik regelmatig wat overbrengen doen. En dan moet ik meestal het licht niet maken en doe het zo. En dan zijn er de plek over mij, kunnen niet wegkomen en toch moet ik daar niet zo rap op koes. Ja. Dus kan ik wel eens voelen, hè? Ja. Hey, ik heb gehoord dat jij een speciale hobby hebt. Ik heb gehoord dat jij als hobby hebt Sjelkonies. Wat moet ik nog zeggen? Sjelkonies? Ja, nee, sorry. Maar Sjelkonies gaan wel, ja. 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 Leg mij nou eens uit van een volwassen mens die met een pony. Nou, dat kan ik heel goed doen. Ik kan het wel eens doen. Ik heb een vermeerder. Onder andere. Ik heb Maar die kunnen vermeerderen. Ik weet dat moslims die zetten die vijfde deur in hun laagje. Ja. En hoe doe je dan met geld, Tommy's? Nou, dan gaan we twee zorgen doen. Jongens en meisjes, hè. En dan hele lange laagje, onder de hand. Als ze hier. Ja. En je kunt er op rijden. Zelfs volwassen mensen kunnen rijden, dan zijn hele sterke beestjes. Als puur sterk. Ken je dan toevallig ook de Duitse konies? Duitse konies? Duitse konies, hè? Schiplanders. Schiplanders? Ja? Nee, dat ken ik niet. Ja, ja. Oké, dan komen we naar de volgende prins. Ja. Is dat ook de prins Victor zijn? Dat is mijn buurman. Dat is jouw buurman. Ja. En zijn er nog aanhangers van prins Victor? Ja, Victor, jij bent vrijgezel? Ja, hè? En dan ben ik zo zie, denk ik, ja, dat moet wel. Ja, waarom is het tot nu toe niet gelukt? Ik dacht dat ik door prins ben geworden, dan heb ik iemand die zegt van de groene
We proberen onze kleine indruk te geven
hebben het over soul-tantra. Nou, wat dan nog uit? Dan komt het op extase en dan wil ik het niet weten. Ja, dat wil ik wel weten. Ja, ja. Hoe ga je hier met een stukje gaan aanwekken? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, als ik bij jou kom, dat ik in godsnaam opgelopen word. En dan moet ik met erectie en al in mijn auto naar huis. Zonder dat mijn auto op stuur is opvalt. Ja, ik ga het wel krijgen, dan ga ik weer op je dekken. Ja. Ik heb verder gehoord dat jij betrapt bent op diefstal. Oeh, dat is een kwetsbaar, dat hoor ik in ieder geval. Nou ja, ja, ik heb dat ik ergens een steekje los zitten. Oh nee, dat was geen diefstal, dat was een hele grote leger. Ja, als je mij zoiets van dan moet je zo niet de handen leggen, dan moet ik goed in bescherming nemen. Ja. Nou ja, dat was een CV onverrassend inderdaad. Die jongens hebben een mooi direct afgewerkt met platforms. Ja, mooi. In Westerbeek, Prins Willem de Eerste. Ja. Willem, ik heb gehoord dat jij de romantische prins bent die er is. Mijn afstand. Mijn afstand. Ik heb zelfs een keer gehoord dat jullie vrouw nog in een hotel bent gegaan. Dat klopt ook, ja. Ja, je had al de bruidssuite afgehuurd. En toch ging het jou in een rode gulden gekost. Leg dat eens uit. Ja, dat vond die bruidsmieten, dat waren niet helemaal juist. Ik kan je al vragen, dat heb ik niet gehoord, alweer net op de verkeerde vandaag. Ik denk dat bedoel. Ja, we waren vandaag te laat, heb ik gehoord. Ja, ik kan nu altijd op iets zien, hè. Nou, dan kan de vrouw nog eens meenemen, kom schat, we hebben het honderd al, hè. Dat spreekt wel een mens vandaag, nee. Ja, dat in ieder geval. Ik heb ik eigenlijk vertrokken. Ja, ik heb gehoord dat ik een leraar ben. Ook daar. Ook daar, ja. Kom je echt niks anders voor? Nee, dat zei ik ook toen ik de hele tijd al mee kwam inderdaad. Ja. Hoe in godsnaam word ik eens nergens wakker en denk je bij mij, ik wil leraar worden? Ja, daar vroeg ik me eigenlijk nog steeds hier de merken af als ik wel wakker word eigenlijk. Ja, en waar voor leeftijdscategorie geef je een les? Van 12 tot 17. 12 tot... Dat is niks voor jou, hè? Hey, ik heb gehoord dat jij PSV-fan bent. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb gehoord dat jij al de rest van jou, wat jij dan vrienden noemt, dat de Ajax-fans zijn. Dat is ongeveer. Ja, dus als ik het eigenlijk samen met vatten werk, jij met verstandelijke handicap. Ik weet dat nu op school is eigenlijk toch wel meer PSV, dus dat valt eigenlijk wel mee. Ah, nee, ik heb gehoord dat ik een huis ging bouwen. En dat is zo'n klein misje, een uiltje. Toen wil ik eens aangeven dat jij niet ging bouwen. Ja, dat ben ik uiteindelijk wel blij om, ja. Dat ik nog niet heb de hoeven showen. Dat is dan toch goed gevallen. Ja. Leg dat eens uit de derde kaas in, want dat vind ik toch een raar verhaal. Nou ja, er komt een uil en die zit dan net op de plek waar je wilt bouwen, vertellen ze dan. En dan kan je eigenlijk zeggen, ja sorry, maar meer scheepers mag helemaal niet bouwen. Dan zit er een uil. Was het ook een homofiele uil? Waarschijnlijk wel, ja. Maar dat kun je horen, hè? Ja. Als je dan wordt het zat, hè? Maar je hebt niets met uilen, want ik wilde bij jou uitkomen dat een uil ook helemaal misging. Ja, mijn uil die hebben we niet gesaneerd, zeg maar. Dat was eigenlijk de bedoeling, zeg maar, van de tijdvorming. Ja, ja. Ja. Hey, ik ken jou van de radio? Kan dat kloppen? Nee. Nee? Nee. Ah, ik heb dus wel dat je op vakantie bent geweest met mensen die jou vrienden doen. Ja. Dat je toen toch in de radio-uitzending terecht bent gekomen. Ja, ja, maar ik deel je... Ja. Hè? De Westerbeek, wat wil het zijn, hè? Ja. Ledenakken, wie is de prins van de Ledenakken? Ja. Prins Lion! Ja, nou. Wij zeggen gewoon leeuw, maar hier, Lion! Hoe zit dat?
Ja, hoe zit dat? Ons papa's kwam die waren iets apart. En ze vonden Leon, dat vonden ze standaard, dus daar hebben ze maar Leon van gemaakt. Nou, dat hebben we gelukkig wel, want ze hebben echt iets apart gekregen, hè? Ja, ik ben blij dat je er ziet. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik heb nu een andere wedstrijd gekregen van jouw vriend met mij te versieren. Nee, ik denk het ook, want dat kan niet op uiterlijk gekomen zijn. Ik weet niet wat ik kan. Nou, die hebben jouw vriend opgegeven. Oh, ja, ja. René, dat klopt, dat is prins van Rikkenbord op dit moment. Ja, ja. Hé, jouw prinses die komt uit Boksel. Helemaal correct. Ja, leg mij eens uit, wat doet een boer hier uit zo'n kat? Hoe dat je aan zo'n geweldige mooie vrouw komt uit Boksel. Nou, dat zou ik maar iets helemaal vertellen. Wij hebben bij ons een leger, hebben wij een dansing in Breienburg. En dan kom je naar het boren en dan kom je naar de schoonste vrouw met de hele regio naartoe. Ja, ik heb het geluk dat ik gewoon in het leger word. En door eigenlijk, ja, goed die praxis gehuurd heb. En dan kwam ik deze mooie prinses tegen. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Hey, ik heb gehoord. Ja, en? Ja, dat maakt niet uit, hoor. Je hebt nu een half fabrikaat gemaakt voor de boswandeling. Dat heb ik ook goed, ja. Ja, nou stel ik me zo voor dat jouw medewerkers allemaal zo die boswandeling maken en even een half op zijn. Ja, ja. Ik zei al, het geheim van Smit, hè. Ja. Dan mag ik hier niet komen te weten. Nee, je moet elke dag met de fiets naar werk vanwege alcoholcontrole. Ja, ja. Ik neem maar dat de fiets in mijn zijwieltjes komt. Daar ben ik wel mee begonnen, dat is al lang geleden. Ja. Jouw vriend is er ook, hij is altijd een aangeschoten hert in het hert. Ik ben een aangeschoten hert in het hert, klaar maar. We moeten hem naar huis brengen, want hij kan nooit geen maat houden. Zo zien we over dat er terugkomt, ja. Ja. En hoe moet ik hem mijn eigen terugstellen? Iemand die elke dag alcohol drinkt en dan nog omgeven. Ja. Ja, zeer merkwaardig. Ja, ja. Hey, de volgende prins, dat zou van Wim moeten zijn, van de Paderiek uit Wanderooi. Dat is wel. Kijk, ja. Wim, ik heb gehoord, je komt uit Bergijk. Ja, dat klopt. Ja, je komt uit het Teutenland. Ja, Teutengat. Je komt uit een kroeg. Dan moet ik in wonen. Ja. En drink je alcohol. Ja, zo ben ik. Ja. Ja. Ik heb gehoord dat jij van beroep bent en jij koeien inseminerd. Ja. Nou weet je waarom ik geen alcohol drink? Nee. Hier staat geen pilsje. Dat is een goede idee. Ja. Zorg er gewoon voor dan, of niet? Ik zorg nergens hoor. Nee, ik heb gehoord dat jij koeien inseminator bent. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet? Hoe komt dat? Omdat ik dierenarts ben, ik in de senator. Ja. Ja, we zijn er nog niet, we zijn er nog niet. Je hebt thuis twee koeien? Ja, toch. Ja. En dan krijg je de helft van gedekt. Dat doe ik zelf niet. Nee, dat neem ik aan. Nee, dat laat ik doen. Ja, dat laat ik je doen, man. Zorg dat je niet een echte veearts bijhoudt. Ik heb een instrumentator bijgehaald. Ja. Dat helpt niet. Ook dat helpt niet. Nee. Wat wil je nou doen als ik vrije tijd heb? Ik hoor dat je houdt van wat lopen. Wat lopen wel. Ja, en dan kan ik het doen hier in Wanderooi? Nee, daar heb ik geen wat. Nee. Ik heb alleen watjes. Nee, alleen watjes. Maar die hebben niet bij, hè? Dat snap je wel. Hij is mijn eigen overnaai, maar kom op jongens hè. Door straks de bus, deur op ik. Hé, ik heb gehoord dat jij niet zoveel voetballen had. Ja, ik kan wel voetballen. Alleen dat je weet. Hoe ben je nog supporter van Ajax en van voetballen houden? Dat ben je denk ik niet samen dan hè. Ja, schijnbaar. Sommigen houden toch meer van Ajax en voetballen dan van PSV. Ja. Jij komt eigenlijk een beetje uit dezelfde categorie als die meneer. Daar ben ik blij mee. Ja, ik hou er ook blij mee, dus heb ik gehoord. Wesley Sneijder. Ja, wat? Leg meer nou eens op, je bent een volwassen man. Dan hang je toch je poster van Wesley Sneijder boven de bed.
Nou, die hangt er helaas niet boven. Maar ik kan er ook geen bosbandingen maken, dus dat doen we ook niet. Nee. De prins van de oploop is Puringbuken. Hey. Nou, jouw naam is Brammelaar. Ja, ja. Brammelaar. Nou, dat doet mij denken aan de Rammelaar. Hè? De mannetjes ten eind. Is het wel vanaf gelijk? Ja, dat is het vanaf gelijk. Ja. Dan lijkt mij een duik rondkomen en elk jaar in een paashazenpak. Maar het is een Brammelaarpak, maar hij lijkt een paashazenpak. Mensen die hier bestand van hebben. Ja, ik heb van jouw vriendin gehoord dat ik in dat pak jouw eieren goed ben te verbergen. Ja, dat is echt cool. He? Het is een allesbedekkend pak. Ja. Hé, bij voetbal liggen de bijnaam Leon, lomp en onhandig. Ik heb een erg afhangende tactiek om de tegenstander te misleiden, heb ik gehoord. Ja, verschillende. Ja. Een van die tactieken schijnt te zijn, dat zou ik ook voor de beurs krijgen. Met tegen rijden, iedereen van thuis nog. Dat weet ik wel. Ja. Ik denk dat jij niet in het eerste voetbal? Ja, ik ben wel rustig lang in doen en op verzoek van mezelf ben ik inderdaad. Ja, want ik wil dat eerste kampioen is geworden. Ja, inderdaad. Toch zonder min. Ja, wel. Ja, ik heb er net een Bavaria beentje aan de pas zijn gekomen. Ook die, zonder latexpakje. Ja. En kon je daar gewoon Nederlands mee communiceren? Ja, nou. Zit er dan eentje weer in huis genomen zien? Ja, dat ook, hè. Ik heb er lang. Oh, ja, ja. Ja. Ik heb gehoord dat jij ook sponsor bent van jullie plaatselijke voetbalclub. Ja, de beste sponsor ben. Ja, maar ik heb gehoord dat jij 100 euro sponsor bent. En als je kunt vragen, denk ik een club over op nee, dat is mijn lidmaatschap, om lid te mogen doen. Ja, je ja, zal elk jaar 5 leden aanbrengen, nieuwe sponsors. Ja, die afspraak is mij ontgaan. Ja. Je noemt jezelf de vaartmakker. Vaartmakker, ja, ja, ja. Ja, nou, leg maar uit. Ja, nou, zo heet dat. Ja, daar is eigenlijk geen uitleg voor. We hadden een vriendengroep en als moderne vriendengroep hoorde een naam te hebben. En de meeste was al bezet en toen hebben we vaartmakker gekozen. Ja, er was eigenlijk niemand die dat ook al had. Dus. Ja, ja, nou ja. Hebben jullie wel vriendengroepen gebringen om naar de kagelaanstel om hun sterretjes te repareren? Of, ja, dat gebeurt. Ja. Ja. Je hebt eigenlijk altijd die contributie betaald, maar dat ik een prins ben, niet meer. Betekent eigenlijk dat je een hele saaie vereniging vindt op jullie bij kagelaanstel? Ja, nee, dat is mijn buurtvereniging. Dus daar heb je een verschrikkelijke contributie, maar ik denk wel dik 12 euro. En ik denk, ja, in tijden van de sessie, waar gesneden kan worden, dat snij. Ja, die is nog niet een pensie geworden, dus we lopen met elkaar. Ik heb jullie in jouw studententijd die al behoorlijk zijn gevraagd. Altijd. Ik heb ook gehoord van jouw vrouw dat iets of wat verkeerd begrepen heeft, die dacht dat je veel geld had, maar blijkbaar waren ik niets anders heel zijn geweest. Ik heb het al meerdere dingen slaan, dus ik ben benieuwd. Maar ik heb gehoord dat jullie in de eerste 6 weken van de hoeks naar te beren niemand tegen kunnen doen. Ik denk dat ik gauw een keer mijn vriendin te huwelijk heb vragen. Nou, wat laat doen? Dat is niet spontaan als ik nou doe. Dat is niet spontaan als ik nou doe. Moet ik ook een bikini op, mag ik zo? We zijn gelukkig zelf moedend. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, maar ik kan dan lachen. Ja, noem ze wel wild. Ja, ik kan het begrijpen mensen, ik heb zelf ook geen vrouw. Nee, ze lagen achter snijbloemen zijn er een dag nog vaste planten in huis delen. Nee? Ja. Nee, ik heb gehoord dat je fan bent van George Baker. Ja, ja, echt, tot het bot. Ja. Ik heb tattoo op mijn rug. Hey,
is een beetje af in zijn hand. Hallo, de laatste mens. Die de stinker van George denken op zijn rug krijgt. Ja? Ja? Ze zegt het niet voor mij onder, dus... Hoe moet ik naar mijn eigen voorstellen, prinses? Ik ben zo de... Kun ik nou met George denken op bed of mee? Nee hoor, ik lijk van blok aan zeker. Jongens, ik heb jullie nog één vraagje. Normaal elke prins die een slag zit. Wat is jouw slag zit? Nou, die vraag is moeilijk. Ja, ik heb volgens mij vrouw op dat gehoord. Nee, dat is allemaal niet zo moeilijk. Rustig aan mensen. Met deze carnaval hebben we even ingebaat. Maak me snel veel lol en veel praat. Jij bent nog een laatste mens? Ik zal hem opgeboden te wisten toch? Ik zal hem meteen veranderen. Ik zal hem meteen veranderen. Met carnaval heb ik één gebed. Ik wil alle vrouwen naar bed. Sorry dat ik wat zin, maar ja, goed, dat doen we dan wel carnaval. Mooi, wat gaan we ons doen? Ons motto is, de vak niet, wordt op sluit, als het model niet, dat ga je genieten van. Kijk. Ja, ik hoor hier die net zeggen, nou, zo van, we gaan maar alle vrouwen naar bed, dat zou je iets meer van men kunnen zijn. Ik bedoel, Ik hoor gewoon lekker komen, we gaan ook nog een boeien in de kamer wel. Nou, dus, ja, lekker lang onder de hard nacht, hè? Ja, ja, daar ben ik toch zeker van, waar we mee bezig geweest zijn. Ik ga je zo lang. Ja, ik hou het lekker door. Geen woorden om de oude zeggen ze, dus van de oude kinderen. Dat moet de dames zijn die dat willen controleren. Jongens, hier is je, geen woorden van dames. En ze zijn de boeien, hè? Ik heb ze thuis liggen, dus. Ja, ja, ze gaan dat jam houden. Carnaval vinden we helemaal top, maar vooral weet je wat, want de werken als heersers van de verandering veel op. Hallo! Hey! Mooi! Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Nou, dat zit maar in de leg toch, hè? Gewoon omdat het kan, dat moet ik vertellen. Met Pilsje en Moe en de hoop sterke verhalen hopen wij ook dit jaar het tussenweek te laten slaan. Een koe, een varken, een hond of een kat, kan je wel vieren, doe mijn pad! Ja! Dan zal ik dan weer van maken, kan je wel vieren, dat doe ik in een gat. Mensen, hartstikke bedankt hier, dit was de Stevens Week, draai door. Draai nog een keer terug, maak het gezellig. Doe maar je thuis niet maakt. Doe maar je hier thuis wel wil, maar ook niet maakt. Maak het wel plezier, mensen, hou! Ja, onze bedrijf van Utrecht, hartstikke bedankt. En voor degenen die niet gekend weet aan het hebben, Hans van Baarsel! En als jullie dat niet genoeg van kunt krijgen, dan zou ik zeggen. Super dinsdag, komt u ook weer hier in Stevens Week. Dat zie ik niet. Dus we kunnen met alle informatie in de brek over in de agenda. We hebben een groot applaus voor de Thijs en Nieuwkerk en dat is Hans van Baarsel. Ja, dit is Johnny. Ik denk dat we een mooie koning aan zijn zetten. We hebben een beste paren, we hebben een mooie zaden. Op Balsjaren heb jij een opstaande klaar maken. We hebben een koning klaar. Dat ik voor mij echt besluit. Als kruisleding, bedankt aan de kruisleding en ik in de en we gaan weer natuurlijk aan onze burgemeester. Die zit het kroken om de sleutels uit te duren. Want ze moeten stukje en op de kant te worden. Wij gaan even spreken, meneer, ik zou zeggen, zet hem eens in. Nou, oké, dan zien we jammer in te zien. We zullen even inhaken, links rechts, pak je buur van opnieuw. Waar was de kant in? Oh!
Ik hou ervan dat ik dit heel goed bestaan heb, want we gaan er zo, zeer lang mee aan het dansen hebben. En helaas, ik ben er mooi mee. Dan gaan we vlak zijn hier, en natuurlijk graag mee. Het is schoon om jullie aan te doen. Ik wil graag de volgende regering horen. Of de college.
de rood vanavond. En Theo, die is ook nu daarvoor. En de is dansgevers van de ballet. Thank you.
Ja, inderdaad. Straks weer rest. Hartelijk dank voor jullie muzikaalverstelling. En af en aan het regelaar om de ene keer de goede maat te zetten. Voor de laatste keer hebben we dus een spoorkant in de voorsporen. We doen de eerste van de eindzijgers met Amanda Roosnaven. En dan komt in alle prinsen, paren en prins Rittelkoren. Heel mooi net om hier op rond te komen. Want we hebben een hele mooie boekswerk op de gegeven. En ik heb gezien op de mail, want allemaal heel goed gedaan. Ik zeg je, Frans Wiebos, zet je in de toerbaan zijn voor de volgende vereniging. Yeah.
houdt ze goed oefenen en volgend jaar staat ze ook op het podium. Ik denk dat volgend jaar dat ze het nou wel een keer gedaan krijgt. Nou, ik ben er wel van. Nee, fijn om hier vanavond te zijn. We gaan zo meteen, we hebben allemaal een huiswerkopdracht gekregen. Hoe ga je trouwens zelf waar ik jou niet zoeken? Ja, dat komt dan. Kijk, ik heb voor de borst gekozen. Ik kies namelijk voor wijsheid en uiterlijk. En leeftijd. Dat is een ander woord voor ervaring. En die koers en pieren die zij had, dat is iemand uit Westerbeek, hè? Mijn naam. Waarom denk je dat ik hier nog niet woon? Wat weet je over zijn pieren? Oh, my God.
gezongen. Ja, maar dat die wel begrepen hebt. Die komt in de wereld, komt in de grond, komt in de grond, komt in de grond, komt in de grond. Ja, ik ken hem wel. Of was het niet zo goed? Wat? Hier is ook niet zeker van de land of de grond. Wat is het de kerel en grond? Ja, dat is ook. Ik was niet de grond. Ik ben een beetje een beetje Yeah.
Yeah, I'm good.
We gaan voor wandelen. Als jullie nou een beetje naar de voren gaat staan, dan kunnen zij het zien. Kom op, dat kan, ja, kom op, wandelen. Wandelen.
Wat gaan we samen?
We hebben een feest met jou!